We staan hier op het event van Proximus en Unizo. Proximus legt hier alles uit over glasvezel voor België en toont de installateurs hoe ze bij u, de ondernemer, het netwerk van de toekomst kunnen komen uitrollen. Waarom moeten ondernemers voor jou kiezen voor glasvezeltechnologie? Het is zo dat wij bij Proximus zien dat er de laatste jaren dat een datatrafiek eigenlijk verdrievoudigd is. Onder andere door toepassingen zoals de cloud, Skype. Het is zo dat eigenlijk ook de firma's een soort van business continuity vereisten van de firma. Dat wil zeggen dat ze altijd up and running zijn. Dat zij ongeacht wanneer moeten kunnen blijven verder werken. En Proximus streeft ernaar om eigenlijk tegen 2020 85% van de firma's of ondernemers te voorzien in glasvezel. Wat moeten de ondernemers daarvoor doen? De ondernemers moeten surfen naar de link www.proximus.be/glasvezel. Of zij kunnen uiteraard contact opnemen met hun biz-expert in de lokale shop. Ja, zeker. Maar glasvezel is toch niet nieuw in België? Dat klopt. Glasvezel gebruiken we al vele jaren. Dat is een netwerk die we voornamelijk in de tijd aanlegden voor de professionele klanten. Maar nu gaan we ook glasvezel aanbrengen in elke woning, in elk bedrijf, hoe groot of klein het ook is. Dus glasvezel is voor altijd? Glasvezel is voor altijd en voor iedereen. Kan een ondernemer zelf om glasvezel vragen? Wij proberen om zoveel mogelijk tegemoet te komen op de vraag van de ondernemer, dus eigenlijk de eindklant. Maar het is Proximus die nog altijd beslist op welke netwerkinfrastructuur het project zal aangesloten worden. Desalniettemin proberen we om zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten, zowel residentieel als industrieel, aan te sluiten op onze glasvezelinfrastructuur. Wat verandert er dan juist voor de installateur? Dus Proximus voorziet eigenlijk de volledige netwerkinfrastructuur vanuit de centrale op openbaar domein tot bij de klant. En ook op privé domein tot bij de klant gaat Proximus hun installatie uitvoeren. Het enige wat wij vragen aan de installateur en de bouwpromotor dan, is dat de verticale stijgleidingen vervangen worden in glasvezel ten opzichte van de klassieke koperinfrastructuur. Het grote verschil ten opzichte van onze concurrentie is dat Proximus de volledige installatie doet. Dus eigenlijk vanuit de centrale vertrekkende de aanleg op openbaar, dus de aanleg van de netwerkinfrastructuur op openbaar domein tot bij de eindklant op privé domein. Doet Proximus volledig zelf. Wat hebben de installateurs nu geleerd van deze avond? Glasvezelkabel zal de kabel van de toekomst worden. Omdat inderdaad, ik heb zelf twee kleine kinderen en die zitten inderdaad dagelijks op het internet. En het zal alleen maar erger worden, ook naar de andere elektrische toestellen toe. Things of internet wordt dagelijks meer en meer gebruikt naar ventilatiesystemen, warmtepompsystemen, cv-ketels. Alles wordt aangesloten op het internet feitelijk. Dus jij gelooft er wel in? Zeker en vast. Ja, ik denk dat we een grote verbetering gaan zijn, want nu zit je altijd beperkt voor bepaalde afstanden en zo. Maar met glasvezel kun je eigenlijk toch vrij onbeperkt van afstand gaan. Dus, ja. Wat verwacht je zelf van glasvezel? Ik denk dat er wel naar technologie in de toekomst wel savag gaat zijn. Het gaat heel veel beter zijn, snelheid gaat beter zijn, buiten de huidige technologieën die er zijn. Het zal altijd beter zijn. Wat doe jij nu juist als er de vraag komt om glasvezel te installeren? Niet twijfel, gewoon de glasvezeltechnologie in de kokers voorzien. Want koperkabel is feitelijk verouderde kabel misschien nog niet, maar toch aan het worden.